Ik speel u voor u op mijn zwanjo. Ze leien voor het venster. Hompa, hompa, tra la la la. Ze leien voor het venster. Daar was niemand die hem kocht. Daar was niemand die hem kocht. Er kwamen twee gendarmen. Hompa, hompa, tra la la la. Er kwamen twee gendarmen. En ze namen de haring mee. In Egypte vonden wij deze mumie Lele, dames en heren. Moet ongeveer 2000 jaar oud zijn. Zeer oud instrumentjes. Mensen vragen ons in het buitenland ook wel eens: how many strings has a ukulele? En dan zeggen we altijd 4 strings. En vermits het vandaag feest is, dames en heren, want Zakdoek bestaat 35 jaar, hebben wij ons beste pak aangetrokken en ook onze assortie lele medegebracht. Dames en heren, er bestaan ook vreemde exemplaren. Herman en Rosita hadden nog een paar benen over. Again, never wanted to. What am I to do? I can't help it. Girls always been my game, played how I may. I was made that way. I can't help it. Wij propageren het gebruik van de ukulele. Te verkiezen boven pakweg een oude Selmer-gitaar. Want in een oude Selmer-gitaar gaat namelijk 3 maal meer hout als in een ukulele. En om dat even te bewijzen, hebben wij uit dit instrument een ukulele weggezet. Now, ladies and gentlemen, we are going to do a real train song. Train song? Ja. Yeah. Train song? Oh. Ticket. Het is verzeefd, hè? Ja, wij hebben ook veel instrumenten. Maar we hebben ze niet mee, hè. Thank you.
Niet is. Je moet niet te veel compassie hebben met Tischke. Absoluut niet. Geen medelijden. We hebben dat 35 jaar moeten meemaken dat de mensen zeiden, allee, die jongen met, dat groot, met die grote contrabas. En het is al geen een dikke, een Tisch. Hè. Altijd medelijden met Tischke, dat is echt niet nodig, beste vrienden. Je moet namelijk weten, binnen de groep Zakdoek worden wij betaald volgens grootte van instrument. Muziekinstrument. Anders was ik mee alles lopen. Kom, welk boek, dames en heren, vind je in 80-90% van de Vlaamse huisbibliotheken? Ja, straks ben ik weer thuis en kruip ik achter mijn fornuis. Dan maak ik een diner uit het kookboek van de KVLV. Je hebt het verstaan waar je moet meezingen? Probleem met de strijkstok. Een beetje tijdverlies, we gaan dat professioneel opvangen natuurlijk. Ja. Wij hebben ons voorgesteld, ik zou zeggen, begin eens op de noek, mevrouw. Wie zijde jij? Wat doe je? Van waar komen die haartjes? Van wat is dat gemaakt? Van welke... Ja. Nou, je ziet dat er veel mensen van peutie zijn, hè? Ja. Maar van welk deel van het paard? Van de staart. Van de staart. Man. Maar nu komt het, weten jullie ook, van... waarom dat dat altijd van het haar is van een hengst? Omdat een merrie pipi doet op haar staart. Ja, echt waar. Ja. En dan wordt de kwaliteit van dat haar zodanig slecht, dat moest je daar de ganse avond viool mee spelen, spelen constant zeikmuziek. Op 1, 2, 3 was ik aan het surfen op het internet. Ja. En ik heb daar toen contact gehad met een mevrouw. En die vond mij een toffe. Ja, ze had hem toen nog niet gezien. Ja. Die was onmiddellijk verliefd op mij. Ik heb ermee gechat. Ik zei, dag chat. Ik ben er zelfs een chat café mee gaan drinken. Ik heb de juffrouw nooit meer teruggezien. Ik heb ze echt nooit meer teruggezien tot ik hier in Vilvoorde de zaal binnenkwam. Zijn jullie samen? Ja. Uw auto staat verkeerd geparkeerd. Kom maar dan. Zet u hier, dat is gemakkelijker voor de muzikanten. Oh, Dotje, weet jij nog wel toen je mijn apenstaartje verwende daar in de cyberspace? Ik zag je daar vol virtual reality. Jij was enkel maar in lingerie. Maar meisje, ben ik te min? Omdat jouw vader een grotere gsm heeft als de mijne. Oh. Ja, wie hiep mij op? Jongens. Ja? Wat is dit? Ik heb daar vanachter in de zaal nog een heel tof madammeke gezien. Ja? Wat? Kom er wel eens mee? Ja. Van achter in de zaal. Moeten we komen? Ja, kom op. Ja. Wat is er? Wat is nu? Wat is er? Hoe van kutboy valt dat tegen, joh. www.zakdoek.be. Allemaal! www.zakdoek.be. www.zakdoek.be.